Oh, kijk eens, zijn jullie er al? Ja, wacht, ik ben nog aan het draaien, mensen. Ik ben nog even aan het draaien. Voilà. Hallo, kijkers. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje dan omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Ik ben nu onderweg naar Bea toe. Opa thuis is ook al langsgekomen. Voorrang van rechts, dank u. Je zit hier nog altijd in voorrangsweg. Poedebloep. Ik zit hier wel fucking half 50 te rijden waar je 50 mocht rijden. Oké. Okay. Dus ja, opa thuis is dus met spoed langsgekomen. Maar ik ga daar niet te veel rond zeggen. Dus de personen die het weten, dus dat ben ik, Tamara, opa thuis. En s'avonds Bea en mijn moeke. Ja, want we gaan ook vandaag naar mijn moeke toe om daar weer ook gaan te eten. Want het is weer al vrijdag. Wacht hè. Ik ben iets aan het zoeken. Kennen jullie deze liedje? Wacht hè. Ik vind deze echt geweldig. Luister maar. Van Knol Power, daar zit ik toch wel al de laatste tijd veel naar te luisteren. Van Knol Power. Oha. Ja, dat staat meestal op in mijn noot. Dan weten jullie dat ook al wat mijn muziek smaak is in de noot. Dus echt YouTubers muziek. En mevrouw, kijk, je wordt hier 70, dank u. Alsjeblieft. Je hands, clap je hands. En dan heb je nog deze. Oh, wacht. Eentje terug. Oh, dat vind ik dus zo mooi gemaakt, hè. Dus. Ja, die moet ver gaan remmen. Bij een C-koos waarschijnlijk, ja, ziet je, die rijdt gewoon veel te traag. Ja, je hebt ook traagrijders. Je hebt niet alleen snelrijders, maar je hebt ook traagrijders. Oh, het is weer al een beautiful day! Yeah, yeah.
ja, je hebt het vandaag zo een beautiful day. Ik moet ook eens een eigen muziekje maken. Dat vind ik wel eens. Dus elke YouTuber heeft zijn eigen muziekje. Ik moet dat ook eens maken, vind ik. Bij deze. Dus ik ga nu verder luisteren naar Knolpower en naar Milan Knol. Noem maar op. En dan ga ik ook erop letten. Kijk, we hebben zojuist een hele goede daad gedaan. Hè? Ja. Het mooiste daad wat je eigenlijk in je leven kunt doen voor een medemens. Ja. En wat is dat juist? Dus ik ga even ook de muziek wat stiller zetten. Voilà, die staat nu uit. Dus daar stond redelijk wat volk op de grote ring van Hasselt. Ja, en ik ben dan ook gestopt voor te kijken. Ja, ik heb zo'n rode kruis achtergrond. En ik wil eens gaan bevragen, wat scheelt er juist? Stond er een verward vrouwke op de grote ring aan de kant? En dan heb ik ook tegen de brandweer van... Genk was er ook aanwezig, dus dat was een collega van Genk, van twee Genk, die juist zijn dienst gedaan had en die zag daar ook wel volks en die is dan ook gestopt. En toen heb ik vrijwillig dan gezegd van ja, moet ik haar naar de politiekantoor brengen? Dat is misschien het beste dat ze dan daar haar verder kunnen hebben, want ze hadden ook geen gegevens of zo bij. Nee. Dus, en blijkbaar, juist toen we die haar binnen hadden gebracht bij de politiekantoor, hebben we blijkbaar haar familie gebeld. Juist 5 minuten eerder had ik gehoord van de politie dat zij als vermist werd opgegeven. En bij deze is ze al terug. Dus weer een hele goede afloop. Ja. En ze hebben echt geluk gehad, hè, eigenlijk. Ja. Want ze was echt dicht bij de straat waar de auto's reden. Hè. Ja, waar de meeste auto's toch tegen 90 km per uur aanreden. Hoe oud zou ze dan geweest zijn? Want ze was wel heel verward. Ik denk dat ze ook wel aan het dementeren is. En dat is nooit leuk. Nee, dat is nooit leuk om te zien. Mm-hmm. Maar ze was wel heel lief tegen ons. Ja. En ja, daarbij heb ik dan een tegen de brandweer gezegd, boah, wat een chandeer. Nee, dat niet, hè, mensen. gezegd, ja, tegen de brandweer, ja, ik zal ze wel afzetten bij de politie van Hasselt. En daar waren ze echt ook heel tevreden dat ik zo'n mooie daad heb gedaan. Ja. En zij ook, want zij is dan uiteindelijk naar achter gaan zitten voor het oude vrouwtje dan hier vooraan te laten zitten. Ja, want dat vind ik wel nodig bij een oud vrouwtje eigenlijk. Eigenlijk is dat wel nodig, want een oud vrouwtje die heeft meer een babbel nodig en die moet gerust kunnen gesteld worden. Ja, en die hebben ook heel graag het overzicht op de baan. Dan voelen ze hun ook wat veiliger. Dus dat is ook een tip wat ik ook voor jullie meegeef. Dat is een tip van een logistiek assistent, dus van mijn vroegere opleiding. Dus daar heb ik ook voor toepassing gedaan. Dus ik heb de logistiek assistent toepassing gedaan, zo wil ik ook de hef- en tiltechnieken. En daarop in blijven praten. En veel blijven praten dat zij zich niet eenzaam moet voelen. En dat zij niet in paniek kan schieten, bijvoorbeeld, ja, ik ben nu met een vreemde weg. Wat gaat er nu met mij gebeuren? Altijd geruststellen. Altijd. En daar blijven dan ook de meeste oude vrouwtjes en ook mannen, dat geef ik ook eerlijk toe, dan ook heel rustig bij. Bij deze. Dus, yes, ik heb weer een goede daad gedaan en zij ook. Dus, echt waar, chapeau, want... De politie was echt content ja, over mij. Die waren echt blij. Ja. Ik heb een politie nog nooit zien lachen. Nee. Maar die hadden echt een smel wanneer de Tokio op hun gezicht. Ja, van te zeggen van amai, wow. Dat is een jonge gast. Die heeft dan zoiets verwezenlijk. Een familie terug bij Alcande brengen. Dat gebeurt niet vaak. Dus mensen, als jullie oudere mensen langs de weg zien lopen en er toch wat verward uit ziet, stop even, ga vragen als ze in de buurt zijn, zo niet. Pik hun op en ga alsjeblieft dan naar de politiekantoor. Want daar help je niet alleen het oudere generatie mee, maar ook hun familie.
een ganse familie is dan direct weer al heel blij dat ze terug verenigd zijn. Dus mooier, het mooiere gedeelte in je leven kun je niet geven aan een mens. Ik voel me echt nu happy, gelukkig. Ik ook en opgelucht vooral. Ja. Dat er niks gebeurd was, want toen dat ik in de auto zat, ja, ik heb eerder in de auto gezeten om zijn, zodat er iemand in de auto zat. Ja. En ik had echt gewoon schrik dat jullie omver werden gereden, omdat ze zo snel reden. Ja, dat klopt. En dat is niet verkeerd bedoeld naar de mensen die snel rijden of zo, maar ik vind dat gewoon eng als er mensen dan vlak naast de weg waar de auto's rijden snel rijden. Mm-hmm. Kun je de vlog afzetten? Want ik wil mijn mama even bellen. Ah, je wilt je mama bellen. Dus ja, bij deze gaan we het nu ook afronden, het gesprek over de oude vrouwke. Wij voelen ons gelukkig erbij. En dat is ook hetgene wat telt. Niet alleen wij zijn gelukkig, maar ook een andere familieleden zijn daar echt ook dol gelukkig op. Bij deze. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo! Yo. Hey YouTube-kijkers. Eén en vooral ga ik zeggen dat er zaterdag geen één vlog, maar twee vlogs online gaan komen. Waarom? Ik kom juist terug thuis aan. Ik kijk naar mijn pc. Staat daar nog altijd 16:02. Kijk hè mensen. Is dit 16:02? Nee hè? Nee. Dus mijn computer is dus weer al bij deze vast blijven lopen. Dus vast blijven hangen. En dus ik ga het renderen morgen vroeg doen. Zowel de vlog van vrijdag, dus die ik vandaag aan het opnemen ben. Als de vlog van donderdag. Dus er gaan dan twee vlogs online gaan komen op zaterdag. Bij deze. Zeg schat, wat ga je ook nog wel eens zeggen nu nog tegen mijn kijkers? Dat ik helemaal ben. Ja, hoort je het? Ik ben heel moe. Heel moe. En? Doe je geen groetjes naar de kijkers toe? Groetjes. Ah, ja, dat wou ik ook doen, maar ik ben gewoon moe dat ik niet kan nadenken met wat, hoe ik het moet zeggen. Ah, oké. Okay. Bij deze zijn jullie al te hoogte, dus ik heb nu toch een goede tikken, een minuut en een half video gemaakt voor jullie al te hoogte te brengen. Bij deze, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een video online komt. Zoals bij deze video komt nu ook speciaal vroeger online, omwille van dat er problemen zijn nu, zoals ik met een pc. En dan hou ik jullie op de hoogte bij deze. Hallo kijkers. Oh jawel, ik ben blij dat ik terug thuis ben. Ook, en mijn oma, dus naast gesmoeken, is ook heel content wat wij twee hebben gedaan. En wij gaan ook de vlog afsluiten, hè schat? Ja, ik kom me eigenlijk al uitkleden nu, maar is het mij te filmen, dat schat niet. Nee, dus zij is ook al redelijk moe, dus ik ga ook haar rust gunnen. Ik ben niet meer naar u aan het filmen, dus je kunt u verder uitkleden. En mensen, nu geen beelden beginnen te maken in uw hoofd, hè, hoe Beat eruit ziet. Als ze dat doen, Als ze dat doen, wat? Dan ben ik niet blij. En nee? Nee, ik film u toch niet. Ik laat uw stem nu alleen maar horen. Hoort ze, jeuk? Hoort je het? Dat klinkt zo raar, hè? Geluid. Waar klinkt dat, schat? Raar. Ja, ik film niet lager, mensen. Nee. Ze mogen alleen mijn mond en mijn ogen zien. En ook je kin, hè. Allee, mensen, ik ga de vlog afsluiten. We gaan sowieso naar familie kijken en zo knol kijken. En dan morgen misschien The Voice. The Voice? Ah nee, dat is niet meer. The Voice Kids is wel nog. Nee, het is nu The Mask. De Junior. Nee, het is nu The Mask... The Voice Kids is gedaan. Vorige week was de finale. Ja, maar je hebt The Voice Kids, je hebt gewoon The Voice van Vlaanderen. Je hebt The Voice Junior. Ja, maar The Voice van Vlaanderen is niet meer doorgegaan. Je hebt The Voice Junior. En waar is The Voice Junior? Dat is hier in België niet, hè?
Ah, oh, ja, maar dat is nog niet op televisie geweest. Jawel. Welke zender dan? PTM. Want ik heb dat met mama alles gezien. Ah, oké. Okay. Bij deze. Maar weet ik... Ben ik weer wel slimmer geworden, mensen. Waar heb je mijn pyjama gedaan? Bij mijn mama. Kun je die in school gaan halen? Ik heb niet gevraagd om die te wassen. Ik had die per ongeluk meegenomen. Ik moest snel zijn. Ja, nu heb ik geen pyjama bij, want ik dacht dat die hier lag. Oei. Dan gaan we die morgen halen. Ja, schat. Wil je dan mij iets geven wat ik kan aandoen? Waarom niet naakt? Ik dat niet wil. Oh, zie dus mensen. Ik, mijn goeding... Wel, ik heb nog kleren bij. Moet ik in dat slapen? Kijk, is in een t-shirt ook al alleen genoeg? Ja, dan doe ik een boxer aan. Van mij? Nee. Ik heb één extra bij, hè. Ja, oké. Okay. Maar dan een blouse van mij. Ja. Ja, mensen. Jullie gaan haar niet zien in de toestand waar ze nu is. Daarom dat ik ook op mijn eigen blijf filmen. Die is goed, maakt niet uit wat erop staat. Ah, maakt niet uit wat erop staat. Oké, okay, dat is goed, alsjeblieft. En die moet je zelfs houden. Past ja. Die u niet meer? Jawel, maar de naam staat mij niet aan. Oh, die ruikt wel lekker. Ja, mijn mama ruikt lekker. Mijn mama was ook met een goede wasmiddel. Ik ook. Ah, oké. Okay. Schat. Ja. Ja. Oh, jij zat te zoeken. Eerst wat te laken, dus ik had er met... Ik had mijn boxershort gegooid. Die bleef gewoon op zijn aarde rug hangen. En ze begon gewoon op de lakens op te voelen. Ja, ik voel het niet meer op mijn rug. Ah. Ik voel die wel vallen, maar niet op mijn rug. Kijk, dat is nu de t-shirt geworden. Wat ik gegeven heb aan haar. Ja, nu kon ik wel terugfilmen op de normale manier. Ja, want nu ben ik niet meer naar. Voilà. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Schat. Ja? Kun je dat ook eens normaal zeggen? Want ze kon het niet allemaal verstaan. Ik verstand zelfs niet. Oké. Okay. En vergeet ook niet op het dingelingeling te drukken. Hij bedoelt abonneren en op het belletje te drukken. Voilà, bij deze. Tot morgen. You.